eerst met de eerste, de beste. Dit is de eerste, de beste. Vanavond onder meer hoogspringen op skateboards. Snel parkeren met Marco Bakker, Gemma van Eck, Hein van Nieveld en Michel Blekemolen. Verder, wie stapelt de meeste koffiebekers? En wie is de snelste uitsmijter van Nederland? Tot 7:05 zijn we te gast in het Heem in Hattem. Goedenavond allemaal. Heel hartelijk welkom bij het TROS recordprogramma De Eerste de Beste. En ik moet u zeggen, het is echt geen 1 april grap, maar in Hattem sneeuwt het toevallig en dat moet kunnen. Deze auto, die gaat een heel belangrijke rol spelen aan het eind van deze aflevering van De Eerste de Beste. Want dan gaan we een Nederlands parkeerrecord vestigen. En ik zal u vertellen, blijf kijken naar het programma vanavond, want op het eind nogmaals, schitterend parkeerspectakel. Tot zo. Ik ben Gerlo Valkema uit Sneek. Mijn naam is Michael Meijer en ik kom uit Puttershoek. Ik ben Jan-Willem Essink uit Ootmarsum. Een duidelijke kennismaking kan ik me nauwelijks voorstellen. Deze drie kandidaten, zij zijn in het dagelijks leven gastheer, zo heet dat. Maar in De Eerste de Beste gaan ze strijden om het Nederlands record, de snelste uitsmijter. En nou is het echt niet de bedoeling dat we de heren een schortje voorbinden en dat we ze in recordtijd eieren laten bakken. Dat gaat niet gebeuren. Waar het wel om gaat is dat deze mannen op een hindernisbaan, waarbij hindernissen zijn opgesteld die ze mogelijkerwijs kunnen tegenkomen onderweg naar een lastige klant in een horecabedrijf, in een discotheek met name. Nou, het zijn me knoeiten van kerels. Dit is Michael. Michael, wat voor een sport beoefen jij? Ik beoefen op dit moment sport. Mijn sport is boksen. Michael, ik heb je nou een heel dagje meegemaakt. Jij moet lastige klanten keurig netjes een discotheek uitwerken. Hoe gaat dat in zijn werk? Zeer georganiseerd. We werken namelijk met 8 man in een discotheek. En vooraf, meestal zijn we er altijd bij tijds bij. En dat gebeurt zonder dat andere klanten daar last van hebben. En de klant die vervelend is? Die kan beter naar huis gaan. Maar wordt hij heel hardhandig aangepakt? Krijgt hij slag voor zijn hoofd van je? Als dat niet nodig is, niet, nee. Oké, Jan-Willem, hoe is het nou met jou? Ik ben lastig in een café bijvoorbeeld, of in de discotheek waar jij werkt. En wat doe je dan? En dan kom ik naar je toe. En dan zeg ik dat je rustig moet zijn. En dan ben ik dus niet rustig? Dan heb je wel een kans dat je eruit gaat. En gaat dat hardhandig? Alleen met afwerende gebaren. Oh, dat is fantastisch, zeg. Dan weet je tenminste waar je lastig kan zijn. Jij bent, als ik het goed heb, Europees kampioen karate. Klopt dat? All-style karate, ja. All-style, wat houdt het in? Ja, er doen meerdere stijlen karate aan mee. Eén van de vele bonden. Dus 12 waar de 12 van in dozijn gaan. Grappig, hè? Zo op het eerste gezicht denk je van, nou, een rustig mannetje. Ik geloof ook best dat je dat bent, maar heel rap. Gerlof, jij beoefent een andere vorm van krachtsport, zeg het zelf maar. Speerwerpen, atletiek. En daar moet je heel sterk voor zijn. Misschien, ja, een beetje. Ben je niet zo sterk dan? Kan ik zelf niet zeggen. Nou, dat zullen wij zo meteen gaan zien. Jij hebt in ieder geval het hardst tegen de punchbal geslagen. Dat betekent dat Michael mag gaan starten om het record, de snelste uitsmijter van Nederland. Zet hem op, mannen. En daar gaat die jongens de eerste, Michael mee uit Puttershoek. Mogen het boksen, dwars door de tent hierheen. Kijk eens even, wat een tempo. Hij zoekt zijn eigen lijn. Zeg jongens, oh, je zal voor hem op de loop moeten. Dan wil je wel even rennen. De verhoging, nu even dwars door de Louvre deuren. Kom op, Michael. Over de tafel, dat wordt een waanzinnig snelle tijd. En hier het grote bal. Is dat de eerste keer dat jij door een deur gaat? Ja, inderdaad. Bij ons staan ze altijd open. Ja. Zeg, vond je het eng? Nou, je weet niet wat je te wachten staat. Want die deur heb ik nooit gehad. Nee. Dus ja, ik denk, ik gooi mijn knie erin, maar ik kwam er laat in. Dus ik gooi met mijn hoofd erin.
Die was net iets eerder als mijn knie. Ja, dat kan gebeuren. Je hebt een mooie tijd, 24 seconden, 46 honderdste. We gaan eens even kijken wat de volgende kandidaat ervan maakt. En zo hoort het. Als het schot gevallen is, gaat de uitsmijter dwars door de zaak heen om te zoeken waar het gebeurt. Dat is Jan-Willem Essink uit Oud-Marsum. Wat een tempo heeft hij. Nou krijgen we het gevaarlijke werk. In één keer eroverheen. Ai! Hij sprong in de hindernis, dwars door de dag weer heen. Jan-Willem zijn tijd. Hij kan sneller zijn. Kom op, Jan-Willem. Ja! Oh, de bel! Zo te draaien. Nee. Je hebt een snellere tijd. Dat zat er even niet in. Ging even een beetje mis hierover. Ja, niks aan te doen, maar je ging kapot. Ja. Dat was de bedoeling. Hoe was het door de tafels heen gegaan? Ging het lekker? Ja, alleen daar bij die vogelclub, Dani. Maar, dat zijn je supporters. Ja, prima club. Ja, Willem, we gaan even kijken wat Gerlof de laatste kandidaat ervan maakt. Die staat nu bij Martin. Ja, daar gaat hij, jongens. Uitsteek. De speerwerper Gerlof Holkema. Snel door die tafels heen, Gerlof, kom op. Sneller, kom op, jongen. Je moet die tijd kloppen, hè? 23-63 van Jan-Willem Essink. Nou weer even dwars door de Louvre deur. In één keer. Over de tafel, jongen. Vooruit. Even een moeilijk moment. En nou dat grote moment, die deur. Hij kan het halen. Oh, de bel. Oh. Ja. Nee. Je staat helemaal op oneindig. Ja. Je bent tweede. Zeg je? Je bent tweede geworden. Dat scheelt 2/10 seconden, zeg. Ja. Ja, jammer. Wat was er met die deur? Je ging op de grond en dan kun je niet naar die bel toe. Wat ging er mis? Ja, ik gleed uit. Ja. Zeg, de winnaar is, en die komt zo uit bij Martin Rudelsheim, Jan-Willem Essink met 23 seconden, 63 honderdste. Marco, Jan-Willem, 23-63 honderdste van een seconde. Dat was 2/10 seconde sneller dan Gerlof. Je bent werkelijk als een waanzinnige tekeer gegaan. Ik moet je ook eerlijk zeggen, Gerlof, je hebt heel moedig gestreden. Je liep stuk op de hoek. Michael liep stuk op de hoek. Zelfs Jan-Willem liep ook stuk op de hoek bij die tafel. Iedereen die dacht van jongens, we moeten vreselijk geconcentreerd zijn op die deur. Maar die hoek, daar tuinen jullie allemaal rap in, of niet soms? Dat klopt. Ja, rothoek. Rothoek, hè? Met je benen is niets gebeurd. Je ging vol met de knie door de deur. Ja. Viel je daar tegen? Nee, mee. Je meent het? Ja. Het ging echt heel rap er doorheen, hè? Ja, dat moest toch ook? Ja, dat was wel de bedoeling. Ik kan je één ding verzekeren. Ik weet zeker dat de eigenaar van de discotheek waar jij werkt beren trots op je is, want werkelijk in zo'n rap tempo door een volle zaal met al die gemene hindernissen die we hadden aangebracht. Mijn complimenten. Geef hem nog eens een hartstikke groot applaus. Michael bedankt. Gerlof bedankt. Jan-Willem, van harte gefeliciteerd. Je bent een waardig eerste de beste recordhouder. Snelste uitsmijter. Okay. Hey. Er zijn wel eens records.